ziet er wel een klein beetje uit als kattenvoer, hè, of niet? Dat is jouw mening. En het gaat er natuurlijk vooral om hoe die smaakt, de plantaardige biefstuk van Loetje. In de jaren 70 was het Loetje Klinkhamer die in zijn biljartcafé aan de Johannes Vermeerstraat biefstukken ging serveren. Intussen is het een groot bedrijf met vele vestigingen, die dus ook met zijn tijd meegaat met een veganistisch alternatief. Komt in een geheel komt het zo binnen. Dan portioneren we het in drie stukjes. En dan, hier zie je heel mooi de structuur van het vlees. Ja, want deze biefstukken komen uit een 3D-printerrollen van een Israëlisch bedrijf dat vleesvervangers maakt voor nog eens 13 andere restaurants in de stad. Je ziet nu hier dat hij heel mooi al krokante korstje krijgt. En op dit moment dan laten we hem heel even op wat lager vuur staan. En daarna zetten we hem eigenlijk helemaal van het vuur af. Want de Bali-variant wordt bereid en de sambal mag straks niet gaan aankoeken. Hier in de Zuidas wordt die geserveerd en nog in vier andere vestigingen. De productie zit er met name nog in de opschalingsfase. Dus ja, het wordt dus wel geprint, dus het komt uit een echte printer eigenlijk. Ja, en om dat proces op te schalen is best wel tijd nodig. Dus we verwachten wel dat we voor het einde van het jaar al onze Loetje-restaurants met deze biefstuk kunnen gaan serveren. We vroegen culinair journalist Joël Broekaert voor ons om de proef op de som te nemen. Het heeft een hele goede korst. Om te kijken of echt van plantaardig is te onderscheiden. Dus het heeft wel dat lekkere vlezige van zo'n hard aangebakken biefstuk. Maar daarmee ga je ervan uit dat je denkt dat dit de plantaardig al is. Ik weet je wat, ik heb geleerd door schade en schande om eerst de andere te proeven en dan pas mond open te doen. Ah, dat is vlees. En inderdaad, onze recensent laat zich niet voor het lapje houden, maar is in zijn eindoordeel toch positief. Het heeft de vezelige structuur van vlees, dus het valt uit elkaar. Het bakt goed aan als vlees. Wat het mist is de cuisson die deze heeft, dus dat het van binnen toch wat glaziger en rooiger nog is. Hij smaakt all the way through hetzelfde. Dat plakkerige tussen die vezeltjes, dat hebben ze ook wel heel gaaf gedaan. De opmars van de steak vegetaan betekent niet dat de ouderwetse biefstuk bij Loetje voorlopig van de kaart verdwijnt, al weet niemand wat de toekomst houdt. Als je geen vlees wil eten, dan zijn er natuurlijk duizend andere dingen en kun je hele lekkere groentegerechten eten, maar je hebt natuurlijk niet meer dat krokante laagje en die jus en dat wat erin zit. Dus ik denk dat je, als je geen vlees wil eten, dat dit wel heel leuk is om eens in de zoveel tijd eventjes te proeven.